Dames en heren, ik heet jullie weer van harte welkom bij een nieuwe video van onze FCM voetbalmanager Career Mode. Vandaag gaan we verder waar we gebleven waren. We hadden natuurlijk in de vorige video een speler van Bayern München gehuurd, die natuurlijk heel erg goed zijn best doet op dit moment. En ook wel een van de uitblinkers is in ons team. Alleen kunnen we hem helaas nog niet vastleggen. Misschien kan dat nog in de winter met wat uitgaande transfers. We zijn daar in ieder geval volledig mee bezig. Ook wil ik deze speler nog best wel graag halen, want we komen best tekort in de verdediging. Alleen wil Dordrecht deze speler alleen niet verhuren. En dat is wel een probleem aan onze kant, want ja, we willen hem eigenlijk heel graag hebben. Maar goed, als je hem niet kan huren, ja, dan is er voor ons ook gewoon geen moment op dit moment meer. Want we hebben gewoon simpelweg geen geld. Oké, dan zie ik jullie bij de wedstrijd tegen Excelsior. En dat is natuurlijk weer een hele belangrijk duel. Inmiddels zijn we aangekomen voor de volgende wedstrijd. Julius Dirksen heeft als enige de conditietest niet gehaald. Lee Quincy Redan wel, die kan 45 minuten spelen. En Ben Scholten kan ook 45 minuten spelen. We wisselen dit even om, want dat betekent dat Scholten dan in de spits kan spelen. Maar jongens, dit gaan we toch mooi eventjes niet doorvoeren, zeg. Waar is Konings gebleven? Hier, Buitink, hoppata. En Scholten, wat doe jij hier? Scholten, daar jouw blessure, ben je gewoon niet meer de nummer 1. Simpel. Meer kan ik er niet van maken. Beter kan ik het ook niet maken. Het is weer tijd om te winnen, want we hebben natuurlijk gelijk gespeeld tegen NEC. Maar sinds de komst van Berisha hebben we maar 1 keer verloren. En Rijt mag ook zeker genoemd worden, want ook hij heeft een belangrijke rol binnen deze selectie op weten te bouwen. Ik ben op zich wel nieuwsgierig wat wij kunnen tegen Excelsior. Want dit zijn toch wel de ploegen waar je dominant voetbal moet gaan spelen en proberen te winnen natuurlijk. Ah, dat winnen, dat moet ons denk ik toch wel gaan lukken. We hebben een kwalitatief goede selectie. Maar goed, ik zou het ook niet erg vinden als we verliezen. Dan maken we het ons wel zelf onnodig spannend. Dat is totaal niet nodig. Driegwesh, Vos hou... Oh ja, dit is gewoon zo'n onnodig wat Vos hier doet. Want dit is altijd zo in de game. Dit gaat altijd fout. Dan is het Sondheimer die de 1-0 van maakt. Ja, en hier baal je dan toch wel weer van. En dan denk je ook, waarom, wat is dit? Zo onnodig. En wij zitten er ook totaal niet in volgens mij. Van Gassel naar Piri. Seymour. Het druk zetten gaat volgens mij ook echt slecht. Excelsior voetbalt zich er makkelijk onderuit. Oh, nou ja, net als we het erover hebben is het Buitink met Landou. Landou geeft de bal terug aan Mike Tibijik. Die geeft de bal aan Heilen. Dus we zijn weer achterin. Smeets. Buitink. Kieftenbelt. Oh my god, ja, het zat er al aan te komen dat Kieftenbelt weer dingen fout gaat doen. En daar is Lamproe. Hoppata, daar gaat hij erin toch? Och nee. Kieftenbelt gaat er ook net zo hard weer uit. Man staat 1 keer basis en het gaat Valikant mis. Kan niet anders dan dat het daarmee te maken heeft onder andere. Kieftenbelt gaat er gewoon doodleuk weer uit. Die daar. Ja, we kunnen het niet anders doen zie ik nu. Het kan zeker wel anders. Wat doen we dom? Kan zeker anders. Doen we Schouten erin. Buitink gaat er dan toch echt uit voor Scholten. Landou voor Van Hoeven. Berisha wil ik eigenlijk even laten staan. Kijken wat hij kan doen. Redan, ja, die kan daar spelen. Maar Redan kan volgens mij hier ook. Ja, maar ik wil Scholten ook eigenlijk wel weer de kans geven. Dus Redan laten we nog eventjes voor wat het is. Oké, nou Scholten was redelijk gemotiveerd. Laat hem dat ook alsjeblieft gebruiken voor deze wedstrijd. Want we kunnen aardig wat motivatie gebruiken. En het lijkt erop dat onze wissels direct wat toevoegen aan de wedstrijd. Heilen met de vrije trap. En gaat Heilen hem dan ook zelf nemen? Nou, dat is geen vraag, maar een antwoord. Want daar is Van Gassel met de redding.
Sorry, niet eens met de redding. De bal ging zelf over. Goebel, deze moet de keeper hebben. Burnett weer met zo'n onnozele tackle. Onnozele fout Burnett opnieuw. Blunder Burnett. Blunder Burnett. We gaan nu een tactiek spelen die heel vermoeiend gaat zijn. Of je nou 2-0 of 3-0 verliest, dit is gewoon schandalig. Heb ik nog een wissel? Ik heb nog een wissel. In dat geval kan ik. Ja. Het zit er voor geen meter in. We gaan zakken naar de 10e positie. Excelsior staat ook onrealistisch hoog. 6e. Ah, ik ben echt boos op de ploeg. Ze hebben niks gegeven in deze wedstrijd. Echt helemaal niks. Ja, ze mogen het weten ook. Ze kunnen niet alleen maar positieve reacties verwachten. PSV lijkt eventjes het kantelpunt te zijn geworden. Maar goed, er komen nog moeilijke wedstrijden aan. RKC gaan we deze wedstrijd nog hebben, video nog hebben. Feyenoord nog, et cetera. Nou, op naar de volgende wedstrijd. Oké, we hebben nu inmiddels de wedstrijd tegen RKC Waalwijk voor de deur. En ik heb uiteindelijk deze opstelling gemaakt. Mansaraj is alleen niet fit, dus die kunnen we er dan wel even uithalen. Die heeft natuurlijk nog gewoon met Jong Emmen meegespeeld. Even kijken wie er dan op de bank terecht kan komen. Bradley van Hoeven. Zo hebben we in ieder geval een redelijk fitte selectie weer terug met Derksen. Hardeveld is volgens mij ook wel weer teruggekomen, dus die kan er ook binnenkort wel weer bij. Ja, ik zie zelf ook weinig zwakheden in dit team, wat ze ook al op social media zetten. En vaak, ja, de magie van de Meerdijk is er nog steeds. Die is er nog steeds. We pakken thuis gewoon veel meer punten dan uit. Alleen, dat moeten we wel afkloppen, want daar is de 1-0 door Michel Biron. Die wij ook op de korrel hebben. Alleen ja, RKC heeft gewoon simpelweg meer geld betaald. Ja, dan gaat hij gewoon sneller naar een RKC Waalwijk dan naar een FCM. En het laat maar weer zien dat ook een Mats Zeuntjes gewoon heel erg belangrijk is voor een RKC. Bijvoorbeeld, hij is niet te koop eens. En daar Zeuntjes weer. De team is echt incapabel. Want dan is het gewoon 2-0. Werkelijk waar. Wat zit ik naar te kijken? Het ging zo goed in de vorige video. Ik snap er niks meer van. Er is niks meer over van dat team. Helemaal niks meer. Nou, corner dan. Ah, weer niet. Smeets kan gewoon net niks. Geen corners nemen, helemaal niks. Buiting heeft zich ook eigenlijk nog helemaal niet laten zien. Dan krijg je dit soort schoten. Is ook een misaankoop op dit moment gebleken. Ik kan kijken wat er gebeurt als we dit gaan omwisselen, maar ik vrees het ergste. Ik mis gewoon een beetje die aanvallende creativiteit die we normaal voorin hebben. Berisha laat het weer enorm afweten. Ik snap het niet. Nou ja, een corner. Kunnen we dan in ieder geval met 2-1 de rust ingaan? Nee. Nou ja. Nou ja. Berisha. Oh, oh. Jammer weer. Een corner nog aan de andere kant.
Buitink. Ja, deze is voor de doelman. Oké, we gaan Berisha eruit halen. Valt gewoon te weinig op, helaas. Hoe pijnlijk ik dat ook vind om te zeggen. Ik had het liever oprecht anders gezien. Dirksen, ja, die kan nog niet zo heel lang spelen. Dat weet ik. Hopelijk kunnen we er komen met een positieve mentaliteit. Maar dit omdraaien wordt hem niet meer. Dit Emmen is mentaal geknapt, denk ik hoor. Vroeg, Valida. Ik vraag me af of we dit überhaupt nog gaan omkeren, dit sentiment. Het RKC blijft beter. Emmen doet gewoon niks goed. Liska. En daar is Van Hoeven. Doe iets goeds met de bal. Van Hoeven. Ja, die kan ver komen. En ja, schiet zelf ook weer dom. Smeets. Ja, dat is een strafschop ook niet. Nou ja, dan is het dom geschoten door Van Hoeven. Daar kon natuurlijk nooit wat uitkomen. Ah, we beginnen er nu wel druk op te krijgen, heb ik het idee. Schouten, slingeren maar voor. Jammer, die bal valt niet goed. Landou dan. Niet schieten, jongens. Schouten. Ja, ik kan het wel, maar waarom doe je niks? Dit is toch geen hoogtepunt? Goed zo. Ja, Konings kan hier niks en loopt zichzelf vast. Is dit rood? Rood! Dit kan de wedstrijd omdraaien. Dit kan ons geluk zijn. Maar dan moeten we nu niet nonchalant gaan voetballen, wat we de hele wedstrijd al doen. Dan moeten we onze kansen ook een keer gaan afmaken nu. En ja, Landou, de voetbal nonchalant. Burnett. Nou, Landou, laat maar zien wat je kan. Konings aan het spelen, goed zo, Smeets. Ja, waar gaat Smeets? Gaat weer naar achter. Ja, joh, we hebben alle tijd van de wereld natuurlijk, jongens. Zo, Van Hoeven doet ook wel even bijna het onmogelijke. We gaan dit weer omwisselen. We gaan trouwens helemaal wisselen, zie ik. Ik heb alleen niet zoveel wisselmogelijkheden, zo te zien. Alle wisselmogelijkheden die zijn moe. Ik wil meer energie in het spel leggen. We gaan gewoon weer niks creëren. Ik ben echt boos op deze selectie. Gewoon echt woedend. Ah, dit is een schande. Al maak je nu 2-1, het is kansloos. Ja, dan wordt het nog 3-0 zeker. De keizer heeft een bal, bel de krant.
Landu geeft de bal op Bradley van Hoeven. Kieftenbelt geeft de bal op Landu. En jongens, jongens, jongens. Waar zit ik naar te kijken, werkelijk waar? Nou, mogen we weer boos worden. Werkelijk waar. Ja, dit wordt onmogelijk in de video. We gaan deze video denk ik gewoon niet winnen. Oh. Wat is er toch aan de hand met de selectie? Inmiddels zijn we aangekomen bij de wedstrijd tegen Feyenoord en de hele selectie is op de hobbel gegaan. Ook omdat de bekerwedstrijd tegen VVV straks de laatste is. En de beker nemen we toch al serieus, ook omdat we er financieel natuurlijk nog best wel wat bij kunnen gebruiken. Dus ja, dan zijn alle bekergelden ook best wel welkom. Ik voorspel winst. Nou, ik niet. Ik voorspel 0. Ik voorspel 4-0. Ik weet niet zo goed waar wij aanknopingspunten kunnen vinden. Dit is puur uit hoop dat het 0-0 kan worden of zo, deze selectie. We proberen wel gewoon ons eigen voetbal te blijven spelen. Ik heb ons niet op Feyenoord aangepast, maar ik heb alleen de poppetjes anders neergezet. Tactiek is hetzelfde, dat bedoel ik meer. Te Wierik met een vrije trap. Geeft hem aan Rijt. Oh, die geeft hem zo cadeau aan Timber. Maar Heijlen zit er tussen. Ja, was onnodig. Trauner. Geertruida. Trauner. Geertruida. Timber. Ja, de Feyenoord speelde een beetje ver naar achter de hele tijd. Ja, en dan loopt daar iemand helemaal vrij. En dan is het 1-0. Maar. Oh, jammer. Ja, dit is dan wel weer een blunder in onze verdediging dat dit zomaar kan. Berisha geeft hem wel weer voor, maar ja. Als dit het was, hè, dan word ik echt boos op deze game. Ik wou dat zeggen, dit is toch niet het hoogtepunt. Nou ja, ik had liever wel dat dit het was, want nu is hij weer zeker voor Feyenoord. Ah, de Keizer is wel echt een goede meevoetballende keeper. Alleen ja, hoe Hardeveld die Landu aanspeelt was niet zo heel slecht. Maar hoe Landu het doet is wel waanzinnig slecht. Landu die verwacht gewoon dat de bal vanzelf naar hem toe komt. Nou, je moet in de bal komen. Maar goed, Charlie Landu heeft de vorige wedstrijd ook laten zien gewoon een lakse voetballer te zijn. En de ontevredenheid bij de supporters over Landu neemt ook toe. Het duurt niet lang, dan is Landu zijn basispositie kwijt. En dan gaat hij op de transfermarkt. Hij heeft nog niet laten zien dat het Eredivisie waardige voetbal, waardige speler is. En het is ook al 2-0. Weet je wat? Ik ben klaar met Landu. En is het niet doorgevoerd. Daar word je ook weer moedeloos van. Dan wordt de bal ook zomaar weer ingeleverd. Hè? Dat ga ik nooit begrijpen. Ivanusek. Hanchko. Geeft hem aan Mats Wiever. Belen. Hanchko. Ivanusek. Christo. Timber kan zo doorlopen. Of als het niks is. 3-0. Ah, dit team is zo incapabel. Dit wordt een dikke uitslag. Nou, we begonnen best hoopgevend aan de wedstrijd, maar toen is de hoop ook gewoon direct weggezakt, zeg maar.
Even kijken, Schouten er nog in. DJ Buvonge. En Feyenoord gaat dus op dit moment naar de eerste positie binnen de Eredivisie. En dat gaat ze met dikke cijfers lukken. Want Ivanušek achter de bal maakt er ook nog bijna 4-0 van. Ik vind ons aanvallend ook gewoon niet goed genoeg vandaag. En dat kan niet gebeuren. Nou ja, tegen Feyenoord trouwens wel hoor. Begrijp mij niet verkeerd. We zijn ook maar FCM, hè. Maar ik vind het gewoon jammer dat het team niet goed heeft verdedigd. Baal ik wel van. Je hoort in dit soort wedstrijden wel gewoon met passie en strijd te verdedigen. En die passie en strijd mist hij helaas gewoon vandaag. Jiménez. Jiménez, de keizer met de redding. Maar goed, als het zo doorgaat, dan gaat hij er natuurlijk vanzelf erin komen. Stanks. Geeft hem aan Jiménez. Hoppata, 4-0. Het mag allemaal maar weer. Deze wordt natuurlijk never nooit afgekeurd. Oh wel. Nou ja, dan is het nog 3-0. Nou ja, hier had je achteraf voor getekend. 3-0 verliezen in de Kuip is nog niet zo heel dik. En dan ben ik wel redelijk voldaan. We moeten ook weer een beetje die positivisme in de kleedkamer krijgen. Ik bedoel van ja, tegen Feyenoord een overwinning halen is ook gewoon niet realistisch. Laten we proberen het vertrouwen een beetje op te beuren tegen VVV Venlo. Daar zijn we weer voor de laatste wedstrijd van deze video. En dat is de wedstrijd tegen VVV Venlo. Ik heb uiteindelijk toch weer besloten om een beroep te doen op Joey Konings. En Buitink een keertje op de bank te laten. Het is ook gewoon een keer klaar. Prestaties zijn gewoon geoorloofd in het betaalde voetbal. Presteer je niet, dan ga je ernaast. En dat is het nu gewoon ook eindelijk een keer. Buitink presteert niet. En dat betekent dus een bankje voor hem. We spelen thuis tegen VVV. Deze selectie is gewoon, nou ja, niet veel beter dan de KKD-ploeg. Dus zo eerlijk moet je ook weer zijn. We hebben niet de luxe om een B-team op te stellen, laat ik het zo zeggen. Het VVV kan gewoon van ons winnen. Maar ik heb wel vertrouwen in de selectie. Oh my god, er worden zoveel gele kaarten gepakt. Maak me gewoon zorgen om. We moeten nu gewoon al wisselen. Ik heb wel gezegd dat ze zich moeten focussen op de wedstrijd. Burnett, Smeets, geeft de bal aan Chardy Landou. Landou, 1-0 voor Emmen. Dat is ook al, het is voor het eerst volgens mij dat ik het in deze video zeg. Eindelijk, Chardy Landou. Maar eindelijk is waar wat ik al een tijdje van hem verwacht dat hij doelpunten maakt. Het is een vierde, dat weet ik, maar het duurde even. Het was allemaal zo nonchalant wat hij allemaal deed. Maar nu doet hij eindelijk waarvoor hij gehaald is. Nou, dit nu doorzetten. Smeets met de corner.
Oh, die bal vloog er nog bijna in via een eigen goal anders. Nee, het was wel een MS-speler die de bal kopte, want het is een doeltrap. En zo waren we toch weer dichtbij een doelpunt. Oh, maar nu lijkt er een hoogtepunt voor VVV aan te komen. Jansen geeft de bal aan Moore. Die geeft de bal terug aan Klaassen, brengt de bal in en dan is het weer ongelooflijk maar waar. Het is Lorenzo Burnett die een fout maakt achterin en zo staat het weer 1 tegen 1. Emme met de corner. Emme moet weer laten zien uit welk hout het gesneden is. Landou met de corner en gewoon... Oh, 2-1, Robin Schouten! Zo, deze zag ik eventjes niet aankomen zeg. 2-1 door Robin Schouten. Landou met de corner. En ja, onderkant lat vliegt hij erin. 2-1. Zo zitten we in de 73ste minuut. We zien dat VVV veel beter was in de wedstrijd. Maar het is niks voor niks die KKD-ploeg. En ik hoop dat we onze spelers fit krijgen voor de volgende wedstrijd. Konings? Oh nee, het wordt toch niet 2-2. Dat kunnen we er echt niet bij gebruiken, jongens. Als jullie nou even goed gaan verdedigen. Nee, dat doen ze absoluut niet. Dirksen loopt achter de feiten aan, maar gelukkig gaat de bal naast. En zo wint Emmen met hakken over de sloot. Maar dat maakt niet uit, we zijn tevreden. Poepoe, dit was hakken over de sloot, dames en heren. Maar we hebben in ieder geval gewonnen. In de volgende video staan de wedstrijd tegen Heracles, Utrecht, AZ en FC Twente op het programma. Wil je die video trouwens al kijken? Dat kan. Neem een lidmaatschap op dit YouTube-kanaal voor 4 euro per maand. Dan kan je niet alleen die video vooruitkijken, maar ook onze EAFC-video's, onze F1 keer remote-video en natuurlijk onze voetbalmanager-video's. Dus dat is zeker de moeite waard. Je kan sowieso voor 1 week vooruitkijken. Ik wil jullie in ieder geval graag bedanken voor het kijken. Je kan ons niet alleen betaald steunen, je kan trouwens ook doneren tijdens streams, maar voel je absoluut niet verplicht om die betaalde dingen te doen. Want gratis wordt ook enorm gewaardeerd en dat is gewoon door te abonneren, de video te liken en de video te delen met je vrienden. Het wordt enorm gewaardeerd. Nou, in ieder geval graag bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie dinsdag weer bij een nieuwe voetbalmanager video. Doei!